probeer er nou een gewoonte van te maken, invallen en scoren. Ja, een soort van, hè. Maar ik ben heel blij. Half uurtje vandaag aan speeltijd. Is dat genoeg om jouw honger te stillen? Ja, ik weet je wat het is. Het zijn trainers en keuzes sowieso. En als je erin komt, doe je gewoon wat je kan en je best. Dat ik vandaag scoren is mooi. En, ik ben gewoon blij. Het was geen hele goede wedstrijd. Maar ja, als je hem dan wint, dan is het prima, toch? Nou ja, het was wel gewoon een lastige wedstrijd, dat vooral. En als je 2-0 hier wint, aangezien het spel en wat hun deden en wat wij probeerden, is het nog steeds wel een goede overwinning. Ja, als je het zou moeten omschrijven, wat voor een wedstrijd was het dan? Ik zei het een beetje saai, maar wat, hoe zou je het zelf willen omschrijven? Vond je het saai? Ja, weet je wel. Nou, ik niet. Het was gewoon lastig af en toe, vooral de eerste helft. Hun zak heel erg in. En wij komen wel af en toe door, maar niet helemaal. Maar ja, we scoren gewoon 2 goede goals en hebben gewoon 3 punten. Volgens mij is 21 uit 7. Dus ja, of het saai is of niet, het is wel gewoon mooi. Nou, zeker, die cijfers zijn natuurlijk geweldig. Hè? 7 keer op rij binnen in de Eredivisie. Daar valt natuurlijk helemaal niks op af te dingen. Ja, klopt. Dat is gewoon prima. En dan was je dan nu al, nu is het net afgelopen. Is dan nu het gelijk wat je volgende denkt? En nu komt Inter? Of is het even nagenieten? Je bent gewoon blij nu. En, het vizier gaat wel gewoon op Inter natuurlijk. Maar ja, wel gewoon blij dat we hebben gewonnen hier. Wat was het zo lastig vanavond? Want jij zelf hebt weinig echte grote kansen. Wat maakt het dan zo lastig vanavond? Ja, hun zak gewoon heel erg in. En dan is het gewoon moeilijker als het lijkt om er doorheen te spelen. En als we dan doorkomen, dan moet je nog goede keuzes maken. En dat deden we niet altijd. Maar op het moment dat we het wel doen, zie je wat er gebeurt. En dan scoren we gewoon 2 goede goals. Misschien ben ik al te verwend naar die 7-0 Den Haag. En volgende week die 4-0 tegen Ajax. Ja, maar het blijft nog steeds 3 punten. Daar heb jij wel gelijk in. Daarom. Inter volgt, hè. Komende woensdag weer Champions League. Hoe erg kijken jullie daar als ploeg naar uit? Champions League is gewoon een speciaal gevoel. Het stadion is wat anders. Anders bekleed. Dat liedje daarvoor is gewoon is allemaal waar je van droomt. En, of het nou de eerste keer is of de 30ste keer, denk ik, voor de speler. Champions League altijd speciaal. En dan tegen Inter, als jullie die kans een beetje mag inschatten tegen de Italianen, hoe kansrijk zijn jullie, denk je? Ik denk dat wij kans hebben tegen bijna ieder tegenstander. Alleen, je weet gewoon dat soort ploegen gewoon lastig zijn. Waarschijnlijk is 1 kans 1 goal. Zo zijn ze Italianen. En daar moeten we gewoon goed op voorbereiden en onze eigen kans gewoon benutten. Super, super scherp zijn. Ja, in beide opzichten, verdedigend en aanvallend. En ga je dan hetzelfde doen als toen in Wit-Rusland? Tweede helft invallen en dan vlak voor tijd winnende maken? Ja, het zou mooi zijn. Als jij het zegt. Laten we maar afspreken. Ja, is goed.